Goedenavond. Onrust in Tilburg-Noord. Daar hebben twee rappers ruzie. Rapper Boef en rapper Parasoma. De politie heeft het daar druk mee, al 24 uur. De politie voorkwam gisteravond een vechtpartij met 100 jongeren rond het Eipelaarpark. Jongeren liepen met stokken en staven. Veel buurtbewoners kwamen daar kijken. Het is niet leuk. Het komt zo dichtbij. Waarom? Waar zit het hem dat in, dat u, als u dit zo hoort? Ja, waarvoor moeten die groepen bij elkaar zijn? De hele sociale media mag van mij gestolen worden. Want daar worden de meeste rommel gebeurd door. Ja, dat vind ik niet leuk, hè. Dat, hè. Want hier, in de park, ik woon hier, dit vet, hè. Maar daar zitten veel kinderen bij te spelen. En nou, dit tijd, de kinderen ook liggen naar bed, zo. Maar ja, dat vind ik helemaal niet zo, hè, kidsen. Maar ja, het is hier altijd een hectiek in deze buurt, hier, dus ik sta er niet versteld van. Nee, wat dacht u toen u erover hoorde en over las? Alweer. En heel gezegd, als je dan hoort van een honderdtal mensen met stokken en dergelijke, ja, dan ga je toch wel een beetje de schrik hier voelen in de buurt. Ja, de vechtpartij was op social media aangekondigd en zou dus voortkomen uit een ruzie tussen de Tilburgse rappers Parasoma en rapper Boef. Uiteindelijk is rapper Boef 's avonds na een optreden in Rotterdam nog opgepakt voor het verspreiden van opruiende taal. En hij zit nog steeds vast. Is dat mensen? En ik praat erover door met onze verslaggever Erik Peters. Ja, mot dus tussen twee rappers. Wat is er gebeurd? Nou ja, uiteindelijk dus geen vechtpartij, maar wel een hoop commotie. Zodanig dat er ook een dreigende sfeer was en ook zodanig dat het voor de politie aanleiding was om gisteravond groot alarm te slaan. We hebben hulp gekregen van andere eenheden om zoveel mogelijk de wijk blauw te kleuren. Dat is ook gelukt en daarom vermoeden wij een grote vechtpartij daar in Tilburg-Noord kunnen voorkomen. Ja, want er was wel degelijk echt een dreigende sfeer. Er was zeker een dreigende sfeer. Er waren ook grote groepen jongeren daar op de been. Maar bij het zien van zoveel politie hebben ze eieren voor hun geld gekozen en zijn ze uiteindelijk weggegaan. Ja, Erik, hebben we nou ook een reactie van de rappers gekregen? Nou, ik heb vanmiddag gesproken met vrienden van rapper Boef. En zij zeggen van wacht maar tot de volgende vlog uitkomt. Daarin zal blijken dat alles wat de politie verklaart volledig uit de lucht gegrepen is. Ze zeggen ja, de politie verspreidt zelfs leugens. En dat doen ze allemaal omdat ze toch een beetje een hekel hebben aan rapper Boef. Omdat diezelfde rapper in het verleden de politie redelijk vaak op de hielen zat. Er is ook een verklaring van DJ Para, van rapper Parasoma. En hij vertelde vanmiddag het volgende. Het was een disvideo van mij, naar hem gemaakt. En die nam mij niet goed op. Toen hadden we afgesproken op een locatie. Vervolgens was hij daar niet meer. Hebben we een andere locatie afgesproken en hebben we daar gewoon één op één afgehandeld. Gewoon man op man. En toen was het, na 5 minuten was het klaar en toen was het over. Ja, Erik, naar aanleiding van de arrestatie, hè, is er nou ook een tienerfeest afgelast? Ja, dat was een kinderfeest, stond gepland op 8 oktober. Kids Co, dat feest is afgelast, want ja, zo zegt de organisatie, dat moet een gezellig, maar vooral ook veilig feest worden. Nou, daarin zouden ook rapper Boef optreden. Ja, zegt de organisatie, wij willen met dit soort artiesten gewoon niet geassocieerd worden. Wij willen dit even niet. We hebben overigens vanmiddag te horen gekregen dat het voorarrest van rapper Boef in ieder geval met 3 dagen is verlengd, wat de recherche nog wat langer nodig heeft om de hele zaak te onderzoeken. Erik Peters vanuit Tilburg, dankjewel.